Welkom, ik ben Ruben Begonjen van de firma Kaap en dit is de vierde tutorial van het pakket Stoomwals in Singulus. In deze tutorial gaan we de rookpijp maken. We starten een isopart en in de Singulus omgeving nemen we een line functie om een profiel te gaan tekenen. We selecteren het ZX vlak en klikken op Plane Lock. Vervolgens tekenen we aan de linkerzijde hiervan het eerste punt van de line en aan de rechterzijde het tweede punt. Zorg ervoor dat die horizontaal staat. Met de functie Connect selecteren we nu het midden van deze lijn en we selecteren de origin. En met Smart Dimension gaan we hier nu de eerste maat aan toekennen. Dit wordt 60 mm. Hierdoor zal de rest van onze profieltekening op de juiste schaal getekend worden. We klikken op de functie Line om de rest van de lijnen te tekenen. De eerste lijn gaat verticaal omhoog en de rest sluit hier netjes op aan. Zorg ervoor dat de uiteinden van de laatste lijn netjes aansluit op het uiteinde van de eerste lijn. Dit is te zien aan het kleine icoontje naast de cursor. En wanneer dit het geval is, zie je ook dat er een zogenaamde region ontstaat. In Singulus kunnen we nu kiezen of we voor het extruderen of roteren willen bematen of daarna. In dit geval is het handig om het voortijd te doen. De reden is dat namelijk het achteraf bematen hier mogelijk iets meer werk kost om het allemaal netjes recht te krijgen op de juiste bematingen zoals wij dat willen. Dus we gaan nu in onze 2D-omgeving met Smart Dimension de bematingen toevoegen. De eerste bemating is de rechter verticale lijn. Deze wordt 3 mm. De opvolgende verticale lijn wordt 1 mm. En de lijn daarna wordt 0,5 mm. Wat je nu ziet, is dat het profiel een stukje uit elkaar wordt getrokken. En dat kunnen we eenvoudig oplossen door met de functie Select gewoon een punt hiervan te pakken en deze weer op ongeveer de juiste positie te slepen. Naarmate er meer maten worden toegevoegd, zal dit minder voorkomen. Met Smart Dimension vullen we vervolgens de eerste horizontale bemating van het rechte stukje toe. Dit wordt 4 mm. En het opvolgende horizontale stukje mag 24,5 mm worden. Het kleine horizontale stukje aan de linkerzijde mag 2 mm worden. En het verticale stukje mag 1 mm worden. De linker verticale lijn mag 6 mm worden. En wederom zorgen we ervoor dat het profiel weer netjes wordt uitgelijnd. Nu gaan we de eerste 2D relatie weer toevoegen. Hiervoor klikken we op de horizontal vertical relatie. We klikken op het uiteinde van de schuine lijn en op het uiteinde van de linker verticale lijn. En wat we zien is dat deze nu op dezelfde hoogte worden gebracht. De laatste bemating die moet worden toegevoegd is de bemating tussen de kleine verticale lijn en tussen de rechter verticale lijn. Deze bemating mag 52 mm worden. Wanneer dit gedaan is, kunnen we dit profiel gaan extruderen of in dit geval roteren. We klikken op de region en de steering wheel plaatsen we op de grote lange horizontale lijn. Er ontstaat weer zo'n zogenaamde ring bij het steering wheel en wanneer we die selecteren kunnen we hier dus een rotatie van maken. In de quick bar selecteren we nu de 360 degree rotatie. En wat we zien is dat er dus een 3D geometrie is gecreëerd.
De doorsnede kunnen we nu uitzetten, want die hebben we namelijk niet meer nodig. Dus in de feature tree deselecteren we het vinkje voor de live section. De volgende feature die we gaan toevoegen is een chamfer equals setback, oftewel een afschuiving. Deze komt op de rechter edge en mag 1 mm worden. Wanneer dat gedaan is, gaan we een zogenaamd schroefdraad toevoegen. Hiervoor klikken we op thread en zorgen dat we het type van M6 selecteren. De optie to cylinder extend mag geselecteerd zijn en we selecteren de rechter cilinderdeel. Wanneer het gedaan is, krijgen we nog een melding dat de cilinder aangepast zal worden. Nou, in dit geval is dat hetzelfde, dus we klikken gewoon op OK. Hiermee is de geometrie afgerond en kan een materiaaleigenschap worden toegevoegd. Dit doen we wederom bij de Material Table en kiezen hier het materiaal Steel. Met Apply to Model wordt dit aan de geometrie toegekend. En bij Tablet View veranderen we met de Part Painter de kleur van de geometrie naar blue. De selectie kan op Any blijven staan. En door op de geometrie te klikken wordt deze blauw. Het onderdeel kan vervolgens worden opgeslagen. Bij de File Properties vullen we als titel rookpijp in. Naam van een bedrijf of school kan worden ingevuld. Bij Tablet Project vullen we als documentnummer 1004 in. De revisie is A en de projectnaam is Stonewalls. In dezelfde map waar de andere onderdelen ook staan, slaan we dit bestand nu op onder de naam Stonewalls 1004 rookpijp A. Wanneer dat gedaan is, kan de venster worden afgesloten. Hiermee is de vierde tutorial voor het pakket Stonewalls in Singulars afgerond. Thank you.